Hey, Rob Zwetsloot van de Radicale Oppositiebeweging. Jij start een politieke partij, hoezo? Ik ben in die 30 jaar dat ik de politiek volg als journalist vaak genoeg gevraagd om lid te worden van een partij. Maar ik was het nooit eens met hun standpunten. Maar ik dacht, ik ga het toch een keer doen. Ik begin in mijn eigen partij, de Radicale Oppositiebeweging. Nou ja, van Vragenvuur zijn we van Vragen van de Amsterdammers. Jij bent er duizenden tegengekomen. Wat is het belangrijkste? Wat de Amsterdammers willen. De Amsterdammers willen een goed en helder bestuur en niet al die halve compromissen die er nu gesloten worden. Ze willen bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer, legalisatie van alle drugs, dat soort dingen. Ze willen een goede zorg voor de ouderen en ze willen hun privacy gewaarborgd zien. Want dat is op dit moment echt een probleem. Oké, maar nou was GroenLinks bij ons in de uitzending afgelopen zomer en die pleitte voor het beloven botsbord dat dat nooit meer gebruikt mocht worden. Maar bij jouw partij bestaat er geen bloofbotsbord. Nou ja, dat is wel aardig van GroenLinks. Maar ik zou ze willen vragen, waarom sluiten ze zich niet aan bij ons standpunt om alles te legaliseren? Dan kun je namelijk alles onder controle van de waardewet brengen, alle drugs. Dan kun je daar belasting over heffen. Dan kun je daar weer mooie detailhandel mee beginnen die gelegaliseerd is, belasting over heffen. En dan heb je ook niet meer dat jouw dochter naar een feestje gaat en daar een pil van een of andere duistere kiep koopt. Dan kun je gewoon pillen kopen in de winkel. Gecontroleerd, want drugsgebruik is gecontroleerd dan. En ik zal één ding zeggen, er is één harddruk al jarenlang, al eeuwenlang legaal, namelijk alcohol. Maar ben je het met me eens, Rutger, dat we gewoon alle drugs moeten legaliseren? En anders, als je zegt nee, ik ben het er niet mee eens, dan moet je dus op jou stemmen. Mensen moeten sowieso, want wij hebben als partij nog veel meer goede punten. En bijvoorbeeld GroenLinks is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de bomenkap in het Oosterpark, waar wij een tegenstander van zijn. En ze zijn de oorlogshitsers die naar Kunduz zijn gegaan en ze kunnen nog uren doorgaan. Maar ik wil niet lullig doen tegen Rutger, die jongen heeft al moeilijk genoeg. Van welke partij ben jij ook alweer? De Radicale Oppositiebeweging. En dat is een partij waar Amsterdam heel veel behoefte aan heeft. Dus ik reken op de stem van de Amsterdammers. Oké, succes Rob.